Deze nieuwsuitzending die gaat over het belang van het kind. Of de belangen van het kind. Even over nadenken. Ik kom hierop de komende zaterdag. Viert mijn dochter haar verjaardag. Die is vrijdagjarig. 21 december. Heel grappig. Ze werd 13 op die beroemde datum van 21-12-2012. 13 is dan Jezus plus de 12 discipelen. Ik heb er al een tijdje niet meer gesproken. En ook de laatste tijd is het niet zo... Ja, ze is met van alles bezig. Ze heeft een ring door haar neus laten doen. Dat is heel handig. Dus als je er ooit mee wil sleuren of zo, dan... ze heeft alvast een ring in de neus. Vroeger deden ze dat bij stieren. In Afrika, dan doen ze kippenbotten er doorheen. Dat is maar wat je leuk vindt. En ze heeft dan van die... Dat doen ze in Afrika ook. Dan doen ze de schoteltjes in. En uiteindelijk krijgen ze een oorlel. Een hele mooie grote oorlel. Met een heel groot gat er doorheen. En daar past een schoteltje in. En dat is dan erg heavy. Zo. Nou, haar toeps. Tegenwoordig doen die kinderen dat met toeps. Wow, het valt nog mee. Maar de schade is onherstelbaar. Door die neuspiercing, dat is tot daar aan toe. Ze keek haar aan. We hadden afgesproken om te gaan eten ergens. En in het belang van het kind had ik afgesproken in een heel leuk tentje dat ik had gevonden. Wat ze niet kende. Was ze denk ik wel eens voorbij gelopen. Het zit in een steegje hier in Arnhem. Het heet 8-bit. Is heel leuk, heel gezellig. Dan hebben ze iets als tapas of zo. Hapjes. Dan zit ik aan me daar. En ik zie dus die lichaamsgezichtsverminkingen. En ik wist al van die toeps. Maar ze had tegen mij gezegd. Ja pop, ik neem toeps van 3 mm of zo. En dat groeit weer dicht. Nou ja, op dat moment dat ik dat hoorde, heb ik er verder niks van gezegd. Oh, dat mocht niet van een moeder. Nou, inmiddels ben ik dan zover. Als het niet mag van je moeder, moet je het juist doen. Dat is een grapje natuurlijk. Maar ze fietste, denk ik. Ach, ja. Maar inmiddels had ze dan dikkere toeps. Ja, baby, dat hadden we niet afgesproken. Dus ik maak daar een opmerking over. En kijkt ze mij zo heel serieus aan. En ze zegt ze, ja, pap. Maar ik ben 18. Jij hebt niks meer over mij te zeggen. En ik denk, ja, oké. Okay. Ja, dat zal wel. Ja, ik hoop dat het goed gaat met mijn dochter. Nou, relatief zit ze goed hoor. Ze is een IQ. Officieel getest 120. Dat is vrij hoog hoor. En dat was onder gestreste of gespannen omstandigheden. Dan mag je daar 10% bij tellen of zo. Ja, dan kom je toch boven de 130. 132, 134. Dat is vrij slim, hoor. Die keer ervoor dat ik haar zag, toen waren we bij een kennis van mij. Die wonen achter het huis van, het ouderlijk huis van mijn kind. Dus een moeder en een alleenstaande moeder en een dochter. Daar hadden we een soort van feestje of zo. Een beetje muziek draaien. Ze mocht een vriendje meenemen. En toen had ik op het internet Lucifer
puzzeltjes gevonden. Dat komt er bij YouTube, komt het af en toe. Ik jee, dat is wel leuk. En ik had er 2 onthouden. Ik ken er nog meer, hoor. Ja, dat zijn hele leuke puzzeltjes. Er zat er eentje bij, die was heel moeilijk. Dus ik leg die lucifers neer. Ik zeg tegen haar, 1 lucifer bewegen en een vierkant creëren. En ze kijkt ernaar. Want ik snapte hem ook niet, hè. En dan zei ik tegen haar, en dat was druk in de kamer, joh, iedereen aan het kakelen. Ik zei tegen haar, als ze keek naar Sherlock Holmes, hè, die serie op tv, op Netflix of whatever. Ik zei, if you rule out the impossible, all that remains, that what remains, is the truth. 5 seconden. Oh, zei ze, dit is hem. Zo goed, zei meisje. Dus dat is wel goed gegaan. Daar ben ik niet ontevreden over. Discipline en dat soort dingen. Maar zorgen voor kinderen, of het belang van kinderen, waar het om gaat, is dat je als samenleving, dat je ervoor zorgt dat wanneer jij oud bent en dat je een tweedehands rollator gaat krijgen, dat tegen die tijd er een gezonde jonge mensen zijn die jou de luier verschonen. Je kan ook heel langzaam de pijp uitgaan. En dan lig je weer net als een baby met een tenenluier. Ja, heb je in je luier geplast en dan? En daarvoor heb je een samenleving nodig die dat heel normaal vindt. En het oude model was dat opa en oma, die nam je in huis. Waarom niet? Van die oudere mensen, die blijven zo lang mogelijk zelfstandig. En dan gaat het op een gegeven moment niet meer. Ja, dan kan je wel iedere dag op en neer gaan en boodschappen doen en wat alles voor je moeder. Die slechter been is. Of je neemt er in huis. Dat was vroeger zo. En tegenwoordig moet iedereen naar een bejaardentehuis. Dat vermindert het belang van kinderen op dat terrein. Je bent niet meer afhankelijk van je kinderen. Want zo dadelijk mag je naar het bejaardentehuis. En pingpongen, ja, dat mag dan niet. Dat is veel te gevaarlijk met al die rolstoelen. Oh, zo mooi als die dichter, Spinvis, muzikant, componist. Beneden mag je kaarten bij de automaat. Alhoewel dat van mijn dochter niet mag. Het is niet in het. Ja, daarmee vermindert het belang van kinderen. Want we hebben pappetje overheidje. Of mammetje overheidje. Iedereen doet zo moeilijk over kinderen. Ik snap dat niet. Iedereen voelt zich zo verantwoordelijk voor kinderen. In die zin openlijke verantwoordelijkheid. Ja, ik ben altijd verantwoordelijk geweest voor mijn kind. Maar nooit openlijk. Ja, even achterkamertjes overleg. Van, even dit en dat en zus en zo. En hoe zit dat? En ze bedoelt, dat ziet zo. Ik zeg, oké, dankjewel.
En dan regel ik dat. Hoeft zij verder niet te weten. Mijn dochter die zei op een dag tegen me, dat was heel lang geleden hoor. Was ze 5 of zo? 6. Dat is jap op. Als jij en mama in de buurt zijn, dan gebeurt er helemaal niks. Terwijl als jullie niet in de buurt zijn. Oh nee, ze zei letterlijk. Als jij en mama in de buurt zijn en er gaat wat mis, dan gebeurt er niks. Er valt een glas limonade om of zo. Ja, dan moet er iemand een doekje halen. En een mooie vlek in het tapijt. Nou, dat kan er altijd wel bij. Je hebt toch een oud tapijt, want je hebt kinderen over de vloer. Ja, zei ze, maar als jullie er niet bij zijn en er gaat wat mis. Nou, dan gaat er wat mis hoor. Om het scherp te zeggen, momenteel zitten wij als Westerlingen, de stichters van de christelijke toestanden. Christendom is Westers boeddhisme. Dus eerst begrijp je de Dhammapada. En die heb je helemaal in je kanen zitten. En dan pakken we christendom erbij. Of je gaat in één keer het diepe in. Dat kan ook. Maar lees de Dhammapada een keer. Laat je niet op je rug zitten door die boeddhisten. Wat is dat nou? Als jij de Bijbel begrijpt, dan snap je de Dhammapada ook hoor. Dan zit je daar te kijken. Kijk, maar dit is toch hetzelfde als wat in 2 Korintiërs 12 vers... Ja, inderdaad. Dit staat in 2 Korintiërs 12 vers 14. Ja, we hebben de hele Dhammapada uit, man. Hè, kinderen, daar gaat het om. Het is dus belangrijk dat kinderen belangrijk zijn. En niet dat wij en masse overschakelen op pensioenregelingen. En een beetje lekker met een dikke lolly. Als we 65 zijn, gaan we zitten likken aan de lolly. En dan in het vliegtuig naar Egypte. En oh, we hebben het zo leuk en we hebben jullie niet nodig. Dat is niets dat je belang hebt bij kinderen. Want dat interesseert je niet meer. Je hebt een pensioen, je hebt een contract met de BV Mafia, vrijmetselaar, katholieke kerk, de Vereniging der Ondersteuning, der Genocide en Biocide in het algemeen. En daar heb jij een verzekering bij, een contract. En tegen je kinderen kan je zeggen, ja, ga maar lekker doen waar je zelf zin in hebt, want papa heeft jou niet nodig. Dat klopt iets niet. Het belang van kinderen, dat is... Ouders achten dat niet. En ze snappen niet dat ze zelf belang hebben bij kinderen. Ze snappen het niet. Ik heb meegemaakt op het terras bij Café de Wacht. Oh, ik ga er een keertje langs. Even lekker langs. Ik weet niet of ik een reclamemuziekje moet maken van Café de Wacht. Dat is een leuke tent. En we zaten op het terras. Het was zomer, voorjaar, whatever. Allemaal smoken. Mag binnenkort niet meer. Dus zo snel mogelijk naar Café de Wacht. Dan mag je ook hash en wiet roken. Geen cocaïne snuiven of zo. Dat moet je daar niet doen. Ook niet op de play. Slaat nergens op. Je hebt al alcohol, chocolademelk, rooibos thee, jenever, vodka. Je kan er ook een, die heb ik zelf uitgevonden. Moet je even zeggen, een jenever net als Perry.
Die kost dan tegenwoordig. De prijzen zijn iets gestegen. Niet veel hoor. Maar ze hebben €3. Zo. Jenever à la Perry. Dat is een jonge jenever. Ijsklontjes erin. En een klatsje. Een ruime jenever. Ijsklontjes erin. Een klats. Ja, wat ze me over hebben. Want ze hebben bij Café de Wacht allemaal van die rotzooi staan. En dat schuift voor geen meter. Want niemand drinkt daar Pernod, bijvoorbeeld. Maar Hollandse jenever met Pernod. Dus gewoon een scheutje Pernod. Oestje. Niet te veel. Het is alleen maar aroma. Lekker hoor. €3. Nou, en je mag de tabak roken, je mag de wiet roken en je mag de hash roken. Wat wil je nou meer? Kermisproducten genoeg. En dan zat ik daar een fijne, best een goed gesprek. En ik leer tegenwoordig om tijdens gesprekken de mond te houden en gewoon te luisteren naar wat er gezegd wordt. Als iemand je aankijkt, of dat is wat anders. Of als iemand echt een hele grappige opmerking maakt. Nou, dan wil ik er ook wel een grappige overheen doen. Maar dan moet het echt een hele grappige zijn. Of als het gesprek stilvalt. Dan, ja. En dan zeg ik maar weer eens wat. Beetje de boel opzwengelen. En ik zit te praten met iemand. Lekker lalalala over kinderen. En over de maatschappij en dat soort dingen. En andere mensen die... Wat zeggen jullie allemaal? En slaat het op? En die man naast mij, of vrouw, die persoon naast mij, die vroeg aan die andere mensen van... Ja, hebben jullie zelf kinderen? Want die persoon had een kind, of twee of drie... Ik had er twee, maar eentje is er gechopt. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Kom je nooit meer overheen. Zo, voor eeuwig is dat een ding op je karma. Dat kan je niet wegpoetsen, namelijk. Maar ik had er dus twee. En die andere mensen die zich bemoeiden met onze consensus... Daar ging het om, want ik was het hier over eens. En die persoon zei, ja, daar ben ik het ook over eens. Dat vind ik ook. Hoe denk je over dit? Ik zei, nou, daar denk ik zo over. Nou, zei die persoon, daar denk ik ook zo over. Zo. En die andere lui op café de, het café de, het terras van Café de Wacht. Tot. En die persoon naast mij, die zei, Flymans, hebben jullie kinderen? En die zeiden allemaal zelf in koor, van nee, wij hebben geen kinderen. En ze waren oud genoeg. Maar die persoon naast mij die zei van, nou, als jullie geen kinderen hebben, hou je weg uit deze discussie. Want jullie weten niet waar wij het over hebben. Het belang van kinderen voor de ouder. Door kinderen kom je tot inzicht. Ja, dan kan je de pech hebben dat je onvruchtbaar bent. Maar daar heb je alternatieve therapieën voor. Dan word je adoptieouder. Ja, er zijn ouders die kunnen geen kinderen krijgen. En er zijn kinderen en die zijn de ouders kwijtgeraakt. In een oorlog of een ongeluk met een lift. Mama zat aan de heroïne en papa die zocht zijn heil in andere middelen. Je hebt genoeg wezen hoor. Dus mensen die geen kinderen kunnen krijgen, niet kunnen neuken. Ja, dus aanmelden bij het kinderasiel. Er zitten al die kinderen, zitten in een kooitje. En dan kies je een kind uit, zeg je die is van mij. Want het gaat om jouw belang... Als ouder, wat je hebt bij het hebben van een kind. Egoïsme hoor, kinderen nemen. Het
Het gaat om het voortbestaan van jouzelf en daarmee van de mens. Oftewel Adam. Gaat heen en maak er meer. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Ja, dat is ook zo. Dat kan niet anders. Ik werd een keer gebeld door zo'n vrouw, van een jonge vrouw van een pensioenmaatschappij. Jaren terug. En dat vind ik altijd wel leuk. Om even, er is ook een soort café de wacht. Hallo, Peggy Winkel. Dit en dat, zo en zo. Kom even met u overleggen, want we hebben een aanbieding voor pensioen. Oh. Nou zeg, ik heb al een pensioen. Ja, zo'n regeling, ik moet dan zoveel betalen. Ik weet niet eens wat dat contract nog wat waard is. Interesseert me eigenlijk helemaal niks meer. En ik zeg tegen een meisje. Ja, dan noem ik hem maar, dat was waarschijnlijk 26 of zo. 23. Ik zeg tegen die jonge vrouw. Het is helemaal wel best. Ik heb al een pensioen. Zo'n regeling dan. Hè. Ja. En het is helemaal niks waard. Want jij bent mijn pensioen. En zij zou lachen. Ze begrepen me. Dat ik letterlijk zei. Van als ik zo dadelijk in weet ik veel waar ben. Dat er jongere mensen zijn. Die mij niet laten verrekken. En ik zou het wel fijn vinden als ik af en toe een sigaar mag roken. En ik kan altijd nog wat doen. Ik kan altijd kinderen nog onderwijs geven. Ook al heb ik een halve hartverlamming of zo. Wil hij die niet werkt... Die zal niet eten. Zoals ze zeggen. Hij die niet steelt. Of erft. Nou was het weer. Hij die niet steelt of erft. Erft of steelt. Nee, hij die niet steelt of erft. Zal werken. Tot hij sterft. Ja, zo denk ik erover. Ja, en oudere mensen van 80, die ga je niet meer van 's morgens 6 uur tot 's avonds 18 uur de oogst laten binnenhalen. Nee, dat doen die jongelingen maar. Ja. Die tijd is voorbij. Voor jou als mens, als lichaam. Hè? Nou, die kinderen, die moet je om je heen hebben. En hoe die kinderen tegen jou gaan doen... Als jij dan, je hebt in je tenaluier geplast. Ja, en hoe gaan die kinderen dat dan terug doen? Ja, die gaan dat terug doen zoals jij ze destijds hebt behandeld. Dus je moet met je kind omgaan zoals jij wil dat jouw kind met jou omgaat als jij zo dadelijk Job... en der dagen zat bent. Niet je kind bijvoorbeeld de godganse tijd naar de dokter sleuren. Want dan gaan ze dat ook doen als jij oud bent. Nee, maar dat is leuk. Dan gaan je kinderen tegen je zeggen... Ja, nou, je vindt dat ik toch... dat je even naar de dokter moet, want... Ja, wat denk je dat er met je gebeurt als je 70 bent en je gaat naar de dokter? En laten we het een beetje normaal houden. Kijk, die allopathische medische industrie die we hier hebben, die werken met parameters. Of parameters. Parameters op zijn Engels. Dat zijn waarden. Ze trekken bloed uit je weg en lymfvloeistoffen, whatever, ruggenmerg prikt. Reet pijnlijk ook nog. Ze gaan een foto maken. En er komt een waarde uit.
Oh, 7,8. Ja. Oh, die andere is 6,4, dus ja, dat gaat er nog wel. Ja, en de keer daarna heb je 7,8 en die andere heeft 6,7. En dan gaat die arts heel donker kijken en zeggen, ja, ik denk toch dat u het heeft. En dat wil je toch niet als je straks 80 bent? Of oud 60 of zo. Wordt helemaal niks, ja. Het hebben van kinderen, daar gaat het om. De kinderen niet de godganse tijd naar de dokter sturen, niet de godganse tijd om de kop lopen zeuren, de kinderen een beetje loslaten, net zoals dat jij losgelaten zou willen worden, tegen de tijd dat jij half seniel bent en in je blote kont over straat loopt. Zoiets. Niet dat ze gaan lopen zeiken. Yeah, we binden je vast op een stoel, want anders ga jij in je blote kont over straat lopen. Dat er een beetje zorg is voor jou. En die zorg die jij krijgt als oudere, die komt niet van die Babylonische muik. Stelletje kleuterneukers. Stelletje kinderverneukers. Dat is wat ze doen. En die lui die weten dat het belang van het kind is het belang van de mens. Dus, als wij ervoor zorgen dat die kinderen niet belangrijk zijn. Die halen we weg uit het beeld van de ouders. Ze hebben kinderen niet meer nodig. Nee, doe je kinderen maar naar school. Want jij krijgt een pensioen. Nou, punt 1, dat pensioen dat krijg je helemaal niet. Want tegen de tijd dat jij zit te wachten op je poen, dan is de euro weer gestegen. En dus is de prijs van een aardappel 10% toegenomen. Je krijgt helemaal niks. Het gaat om het belang van het kind. Zo'n verhaal is van Lewis Carroll of zo. Het heet Through the Looking Glass. Door de spiegel. Iets met Alice of zo. Iemand stapt door een spiegel heen. Ja, zo is het. Zoals wij omgaan met onze kinderen, zo gaan onze kinderen zo dadelijk om met ons. Als wij dat je niet alleen geplast hebt in je tenenluier, maar oh, 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 oh. Heb je medicijnen geslikt voor de ziekte van Crohn? En dan krijg je me toch een darmkoliek, man. Ja, en hoe wordt er dan met jou omgegaan? En daarom is het belangrijk dat je goed omgaat met kinderen. En de bejaardenzorg, de thuiszorg, hou maar op. Het is pure eenzaamheid. Ik heb gedicht. Alle wijsheid ten spijt. Met de jaren kwam alleen de eenzaamheid. Kortom, als jij een kutmoeder geweest bent, dan komen jouw kinderen niet op bezoek. Waarom zouden ze? Als verplichting? Vanuit hun superego? Zoals Sigmund Freud hebben gezegd, denk ik. Vanuit de sociale druk? Het is kerstmis, dus we moeten naar mama. Maar niemand komt vanuit hart, vanuit harten. Mijn opa en oma van mijn vaders kant.
Die hadden een harmonieus huwelijk. Die hebben elkaar ontmoet in de puberteit. En het was in de crisistijd. Het interbellum. In de Tweede Dertigjarige Oorlog. Weet ook bijna geen hond. Maar de Tweede Dertigjarige Oorlog, die had een interbellum. En dat was een economische oorlog. Toen gingen ze voetelen met het geldsysteem. Duitsland behoorlijk aan kapot gegaan. En in Engeland deden ze het ook, by the way. Overal. Nederland ook. Crisis, crisis. Economische crisis. En de ouders van... Hillegonda van Dam. En haar zus, ze heeft een tweelingzus. Ja, daar hebben we het nooit meer over. Die is vermoord door een vrijgelaten, ter beschikking gestelde aan de regeringspersoon. Dat is iemand, een jonge vent. Een beetje rare seksuele driften. Die hebben ze losgelaten. En die heeft haar gechopt. Mijn oma, Hillegonda. Gonnie, voor de familie. Maar Gonnie heeft daar geen traan om gelaten. Die, van, oh, gaat dat zo? Mooi zo. Nooit een excuusbrief gekregen, hè, van de regering. Van sorry dat we die vent hebben losgelaten. En Sandam, in haar eigen woning, is overmeesterd, verkracht en gedood. Maar mijn oma niet. Mijn opa die ging dood aan een hersenbloeding of zo. Ja, zijn lichaam was op. Dat was klaar. Hij is 83 geworden. Is dat nou? Een tevreden mens was het. Oh, happy. Beetje puzzelen. Caballero, sigaretjes roken. Op karper vissen. Vond hij ook leuk. Voorzitter van de Bridge Club geweest. We hadden de VOCA. In Bovenkerk. In Amstelveen. Voor onze kinderen alles. Maar fijne mensen. En toen ik hoorde dat mijn opa een hersenbloeding had gekregen. Ik zat in Wageningen. Als student en niet als ingenieur, professor Huppeltje Pup met een baan. Nee. Dus een studiebeurs van 0, niks. Maar binnen no time was ik in Bovenkerk. En mijn opa helemaal verbaasd. Van, hé jongen. Jij hier? Ik zeg ja. En hij zou lachen. Ja, zeg, ik licht er een beetje raar bij. Hij lag op de bank in de woonkamer. En toen naar het Joodse ziekenhuis. En daar heeft hij nog een tijdje gelegen. En, ik weet niet of ik erbij ben geweest tot hij doodging. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want ik was er bij toerbeurt, hoor. De hele familie, allemaal. Ja, er gaat iemand dood. En dan wil je erbij zijn, toch? Als die band, die je hebt, dat is wat je ervoor terugkrijgt. En mijn opa is een keigoede kerel. Helemaal niet religieus, niet bijbelgelovend christen of zo. Ja, lieve mensen. Mijn opa was geen man van verenigingen.
Ja, zo'n vereniging van voor onze kinderen alles. Dat vond hij wel leuk. Dan wilde hij wel voorzitter zijn. De bridgevereniging vond hij ook leuk, want hij hield van bridgen. Uit eten gaan met z'n allen, dat is ook een vereniging, vond hij ook leuk. Dan smijt hem met geld. Goeie vent. Zijn zoon was ook een goeie. De buurt sprak schande over zijn zoon, dus mijn vader. Ja, dat is dit en dat. Ja, mijn vader was een wilde braas. Dat is zo. Maar ja, die moet je er ook hebben hoor. Wat is dat nou? Mijn vader die werkte als superkok in de Franse keuken. In Amsterdam. En die reed terug in de Fort Anglia. Zo hadden we toen. Over de Amstelveense weg. En dan heb je die rotonde of zo. En dan wordt het de Amsterdamse weg. Want dan ben je bij Amstelveen. Dat is ook logisch. Want in Amstelveen heet het de weg naar Amsterdam. En vice versa. Joh. Hij was vergeten dat er een rotonde zat. Maar dat kon ook niet anders. Hij had gewerkt, weet ik veel wat. Krasnapolski of zo. En op het laatst kwamen er nog allemaal gasten binnen. En de keuken was al schoon. En als kok werd je geacht om de keuken schoon achter te laten. Want ja, de volgende ochtend moet je weer beginnen. Ja, en dan komt er nog een bult gasten binnen. En mijn vader zo van, nee jongen, nee. Maar die baas die zag dan geld. Ja, die zei, nou dan lossen we het zo op. En dan kwam er een krat bier naar binnen in de keuken. Ja, dan dronk mijn vader heel beleefd die 24 flesjes bier op. Of zoiets. Gewoon vrij veel drinken. Ja, en dan in de auto naar huis. En dan mis je die rotonde. Ja. Ha, 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 ha. Een politie erbij. Mijn vader zei over, ja, ik werk in de horeca, hoor. Sorry. Oh, zei de politie, maar kan u wel naar huis komen dan? Die hebben nog even geholpen. Achteruit, ja. Ik achteruit, ja. Ja, mijn vader bocht je om en het ging allemaal goed. Maar ik heb een leuke vader gehad. Die heeft goed voor mij gezorgd. Die had het goed in de gaten. Ik haalde mijn HAVO-diploma. En toen kreeg ik een Olympus OM1. Het is een Japanse camera. En daarvoor had ik alleen maar leencamera's van de school waar ik op zat. Het Snellius-college. En van mijn eigen centen had ik een Oost-Duitse camera gekocht. Een Praktika LTL 3. 325 gulden. Hoop geld hoor. Bij elkaar gespaard. En dan Olympus OM1. Yeah, dat was de hippe camera. Die was geil, jongen. En ik wist al dat ik die 1,4 lens goed genoeg vond. 50 mm en dan het grootste diafragma is 1,4. Of de lichtdoorval. Die 1,2 lens die was een stuk duurder. Ook niet nodig. Gewoon 50 mm. Ja, die kreeg ik. Ja.
En mijn vader die deed het heel leuk. Ik liet mijn vader foto's zien. Die had ik afgedrukt in de donkere kamer. En mijn vader keek daarna. En die zei, jongen, dit zijn zulke mooie foto's. Jij verdient een camera. En ik wist niet waar hij het over had, hè. Ja. En een paar weken later had ik zo'n kartonnen doos. Met een Olympus OM1 erin. Ja. Geniale camera. Voor die dagen dan, hè? Nu heb ik een Lumix. Die is ook geniaal. Die maakt mooie foto's. Tegenwoordig is het anders, hè, met camera's. Je drukt maar op een knopje zo, en dan gaat die camera's erin stellen. Scherp stellen, alles. En van die programmaatjes moet je dan kiezen. Nou, als je het een beetje onder de knie hebt. Mijn vader heeft mij gestimuleerd. En hij samen met mijn moeder, dat wel. Dat was niet in het belang van de kinderen. Dus, ja. Ja, dan breekt zo'n gezin op. En, ja, kinderen vinden dat acceptabel. Hooguit. Dan kan je zeggen, ja, mijn vader soop zich te pletter en er moest wat gebeuren en dat zal ik wel. Was misschien wel beyond repair of zo. Maar toch vind ik achteraf dat mijn ouders bij elkaar hadden moeten blijven. Maar mijn vader was het moeilijk hoor, in die tijd. Ook moeilijk. Hè? Ook stimulerend. En heel moeilijk. Doorgedraven. Boos. Ik ben boos. Hij was een beetje die man die een... Dat is een verhaal uit het boeddhisme. Mijn vader houdt veel van... mijn vader heeft mij leren kennismaken met het boeddhisme. Echt leuk. Door mijn vader kreeg ik een boek in handen van Shrinesh. Dus mijn Hindi is de laatste tijd een beetje roestig. Maar die man uit India, die wijsneus. Bhagwan werd hij genoemd. Bhagwan betekent letterlijk, betekent na de letter, zoon van God. Een soort Christus. Dat was hij niet, by the way. Naar zijn eigen woorden. Vreemd karakter hoor. Na jaren bestuderen dacht ik van Bhagwan. Ja, maar Bhagwan, waar heb je het nou over? Ik weet dat niet helemaal goed, hoor je. Maar door mijn vader ben ik met hem met zijn woord in contact gekomen. Erg op prijs gesteld. En voor hem ben ik een goede zoon geweest. Als mijn vader wat nodig had, toen hij oud werd en alles. Ja. Geef maar een seintje. En die relatie met mijn vader, dat is een wederzijdse reflectie. Hè? Van mij naar hem en van hem naar mij. Dat is een ouder-kind relatie. En als hij bewezen heeft, en het heeft hij, hè? Dat hij respect heeft voor mij, ja, dan heb ik respect voor hem. Maar mensen die geen respect hebben voor mij,
Ja, dat zijn wandelende zakkenmoleculen die hooguit van de apen afstammen. Maar voor hetzelfde geldt van de schorpioenen. Ai. Dus wij moeten zorgen voor kinderen. Dat is het belang van de kinderen. Het enige wat we hebben te doen. In Amerika worden 90% van de nieuwe mensen, de kinderen, die zijn buitenechtelijk. Ja, er is niet echt een band tussen papa en mama, maar wel een nieuw kind. Dat is niet in het belang van het kind. En de ontwikkeling van die controverse, de terugkoppeling. Als jij als ouder niet in staat was om ervoor te zorgen dat jouw kind twee ouders had, te weten een mannetje en een vrouwtje, jij was daar niet toe in staat. Waar is jouw kind dan wel toe in staat? In de zorg voor jou. Want de zorg voor jouw kind is dat je ervoor zorgt dat het een papa heeft en een mama. En niet één mama met 10 papa's. Iets wat mensen tegenwoordig niet begrijpen hoor. Nou, we maken het uit. Oh, je papa is weg. Oh, maar er is een nieuwe papa. Oh, maar heb je nog steeds een papa? Ja, ja. Dat, zo'n gedachtegang is net zo smerig als dat je tegen iemand zegt, en zijn kind is omgekomen bij een treinongeluk, dat je zegt, nou, dat is leuk. Dan kan je binnenkort wel lekker gaan neuken. Dan maak je een nieuw. Dan heb je weer lekker ruimte voor nieuwe kinderen. Dan heb je toch een nieuw kind? We maken het uit. Dat kan niet. En dat soort dingen, dat soort gedachtegangen, zijn niet in het belang van het kind. En het kind is waar het om gaat. Nee, niet. En dan ga ik nu een hele bespiegeling gaan houden van hoe je rekening moet houden met de ontwikkeling van je kind. En dat het maar alles bij elkaar. Bij het 7e jaar moet je even gaan opletten. Bij het 14e jaar moet je even gaan opletten. Als ze 21 zijn, dan krijg je weer een fase. Als ze 28 zijn, dan heb je de downfall. Ja. Je kind kan spartelen wat het wil. Maar jij en je achterhoofd staat er altijd bij stil. En als jij straks 28 bent, wie ben je dan? 35, dan tel je maar even in stapjes van 7. Je mag in stapjes van 10 gaan tellen. Maar het wisselen van de tanden van een mens, dat is toch rond het 7e jaar, of niet? De ene is wat eerder, de andere is wat later. Maar ongeveer. Zoveel heb je eigenlijk niet te doen met een kind. Dus het belang van een kind, punt 1, dat gaat boven je eigen belang. Tenzij het 14 jaar is. Dan mag je tegen je kind zeggen, vanavond wilde ik eigenlijk geen biljarten. Ja? Dus wat jij nou wil, dan gaat mijn biljartavond niet door. Daar heb ik geen zin in. Ja, maar dan kan ik niet. Nee, dat is jouw pech. Had je maar van tevoren moeten overleggen. Homo. Ja, dat is vanaf het 14e. Als je je best hebt gedaan voor die tijd.
En zoals ouders nu met kinderen omgaan. Ja, mensje, mensje. Zo ga je niet met kinderen om. En dan hou je je kinderen dom. Dat is erg lastig. En je moet je kind uit de wind houden. Tot het 14e jaar. En dan, ja, dan is het... Wat je niet doet, is dat je tegen je kind van één gaat vertellen voor het slapen gaan. Nou, vroeger was er een concentratiekamp en er werden de Joden in opgeslagen. En nu hebben ze van heel Europa een concentratiekamp gemaakt. Dus wij zijn niet naar Auschwitz gegaan, maar Auschwitz is Europa geworden. En dokter Mengele die gaat je inspuiten met vaccinaties. Ik moet dat goed vinden vanwege de groepsdruk. En je moet zo dadelijk onderwijs gaan volgen wat nergens op slaat. En daar word je alleen maar dom van. En uiteindelijk eindig je zonder papa en mama. Ergens in een bejaardenhuis. Ja, dat moet je niet doen met kinderen van één. Dat gaat me echt te ver. Die kinderen worden gek gehouden. Doen alsof er niks aan de hand is. La 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 la. Tele te bie la la land. Joppe de poppa de bada poppa de 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 poppa. Het laatste stukje dan, hè? Ja, je kinderen moet je lekker... laat me gaan. Laat me lekker gaan. Maar zorgen voor... rust, regelrijd. Rust, regelmaat, reinheid. Maar ook niet te veel, hoor. Niet overdrijven. Het is een beetje herrie af en toe. Dat is best leuk voor zijn kind. En af en toe wat anders, dat is best leuk voor zijn kind. En af en toe is de paan op, dat is best leuk voor zijn kind. Loopt dat een keertje door de paan op heen? Ja, maar dat is helemaal niet rein. Nee, ja, deze keer niet, nee. Maar dan ga je het weer opruimen. En dan is het weer rein. Dat is alles wat je hoeft te doen met een kind. Ouders bemoeien zich met de opvoeding. Ja, ik ga mijn kind extra les geven. En dan moeten kinderen op pianoles. Het is helemaal niet in het belang van het kind. Je kind mag op pianoles. Je moet het leuk vinden. Je kan er geen rotcent mee verdienen. Dus waar heb je het over? Als je kind het leuk vindt om pijltjes te gooien. Darten op zijn Engels. En dan laat je kind wel lekker darten. Er valt ook geen rode rotcent mee te verdienen. Je kind wil lekker schaken. Ja, ze laat lekker schaken. Er valt geen rode rotcent mee te verdienen, hoor. Nutteloze bezigheden qua euro-inkomsten. Maar als je kind dat leuk vindt, lekker laten doen. Dat meen je niet? Af en toe een kinderoppas. Ja, wie zijn de beste kinderoppassers? Ja, dat zijn kinderen. Een kind van 8. Stel, je bent een ouder stel. Je hebt een baby van Huppeltje Pup. Of een peuter of zo. En jij wil met je man naar de danstent. Ja. Nou, dan moet je een oppas hebben. En als er maar iets misgaat, dan moet die oppas... die moet zelf even ingrijpen. Maar een kind van 8, die kan oppassen. Hoor. De baby gaat huilen of zo. Moet je even het handje van de baby vasthouden, dat hij helemaal stil is. Niks doen.
Alleen maar vasthouden. En als het dan nog niet stopt, whatever, dan heb je een mobieltje. Kinderen van 8 kunnen een mobieltje bedienen, hoor. Even bellen. 911. Ja, als ouder heb je best veel vrijheid, hoor. Als je je maar niet de godganse tijd loopt te bemoeien met de indoctrinatie of de, hoe dat noemen we nou, het onderwijs van je kind. Wat niet doen. Absoluut verboden is om kinderen onder de 5, zo. De eigenlijke regel is, als kinderen nog geen tanden gewisseld hebben, niet leren rekenen. Niet aan beginnen, dan worden ze alleen maar teleurgesteld. Dan snappen ze er niks van. Een enkeling wel, natuurlijk. Maar die komt er vanzelf wel achter. Je kan altijd puzzelboekjes in huis hebben en andere puzzeltjes. Ja, kinderen die snel kunnen rekenen. Maar het zijn uitzonderingen. Ja, dat moet je die tijd niet doen. Lezen, dat wel. Erg belangrijk. En voordat je kinderen leert lezen, moet je ze eerst voorlezen. Je moet het voordoen. Je doet een boek open. En je kindje lekker op schoot. En die mag meekijken. Dan ga jij zeggen en dan lees je wat voor. Ik zou dan kiezen voor goede werken. Martin Toonder is mijn favoriet. Werkt geweldig op kinderen. En het mooie aan Martin Toonder is dat ze het is een flat character structuur. Dus Olie B. Bommel is altijd Olie B. Bommel. En Tom Poes is altijd Tom Poes. En Joost de Bediende is altijd Joost de Bediende. Als het ware een liedje in één toonsoort. Altijd hetzelfde. Hele grappige dingen zitten erin. Het is maatschappijkritiek, by the way. Of menskritiek. En een kind van 1, ja, die snapt er helemaal niks van. Een kind van 1, die moet je toespreken in de vorm van boeboe. Wa-wa-wa. Aha. Na-na-ha. Doedoe. Een kindje. Ja. Als die kinderen dan wat ouder zijn. Met mijn kind ben ik begonnen. Als ze 4 was. Misschien iets eerder. Nee, iets eerder. Met Martin Toonder. Ga jij maar even lekker zitten. Verhaaltje voor het slapen gaan. Eén pagina, 2 pagina's. Meer niet. Dat is niet nodig. Het gaat niet om het verhaal. De kind dat ik het hele verhaal niet begrijpen. In het verhaal De Bovenbazen van Martin Toonder. Waarin uitgelegd wordt dat als jouw financiële vermogen uitstijgt boven een bepaalde grens. Ook al is het maar 1 cent. Dan rol je binnen in de geldpartij. Ja. Maar aan het einde krijg je altijd een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Bij Olie B. Bommel. Het gaat om je stem. Je laat je kind Nederlands horen. En er zijn er mensen die zeggen, ja, maar het is oudbollig.
Wat is oudbollig? Ik heb zo dadelijk een afspraak staan met Jurk Liesman. En dan gaan we een Nederlandse publicatie bespreken. Uit. Ik kan er even bij pakken, maar dit is echt eeuwen geleden. Ik zal een stukje erbij pakken. Ik heb hem netjes opgeslagen. En waar staat hij dan? En waar staat hij dan? Hier staat hij, zie je maar. Helemaal onderin hard. Even kijken, als ik dan naar boven ga. Er staat in de titel geen. Jaartal. Dit is van Google Documents. Dat is best aardig. Een super oud boek hoor. Dat is een mooie reclame voor die uitzending. De kerkhervorming van Duitsland. Maar welk jaartal? Even kijken hoor. Dus. Wat is dat hier? Dat is een fotootje. Hebben ze het hier over boekjes en die kan je kopen voor 15 gulden cent. Dit moet een tijdje geleden zijn. Dat je een boekje kon kopen van 15 euro cent. Gulden cent. Oh, hier zat het. Uitgegeven in Utrecht. Door Van Dorp en Heringa. In 1844. Het is een heel mooi taalgebruik. En daar gaat het om. Als jij voorleest, dan lees je Martin Toner voor. Ik zou die dit gaan voorlezen. Dat is een mooie opsomming. Dat is leuk voor volwassen mensen. Die zich op de kop krabben en afvragen, wat is gebeurd? De jeugd van tegenwoordig. Wat is gebeurd? Ja, dan moet je gaan luisteren naar Jurk en mij. Jurk gaat het wel even uitleggen. Dat is wel leuk. Ik ga zo dadelijk met Jurk. Neem ik dezelfde rol aan. Want Jurk is inmiddels rete beroemd, hè? Zou ik net ook wel. 2000 subscribers of zo. Dat is de Alex Jones van Europa. Van het protestantse Europa. Het is onze Alex Jones. Ja, die trekt een hoop aandacht. Hij heeft dus een makker. En die woont in de buurt van Venlo. Net over de grens. Ik heb nog even gekeken op Google Maps. Die naam is me ontschoten. Maar maakt niet uit. Vanuit Venlo, ietsje naar het oosten. En hij was een grote fan van Ferry Maat. En Adam Curry natuurlijk. En Mikael of zo. Of moet ik nou zeggen Michael? Michael, denk ik. Ah, ik ben niet zo goed in mijn Duits. Hij is niet zo goed in zijn Nederlands. En Michael, die houdt zijn waffel. I'm online. Go ahead. Yes. Space rockets away. En dan gaat Jurk lekker aan de gang. Laat mij het woord maar doen. Ja, dat kan Jurk goed, hè? Jurk is een goede spreker. Jurk heeft ook veel geluisterd naar sprekers. Dus hij weet de oefening. Met het schaken is dat ook zo. Hè? Je moet zelf schaken. En je partijen beoordelen. En je moet kijken naar het werk van andere schakers. En wat die kunnen, dat kan jij ook. Maar dan in het woord. En Jurk is bezig met een interessante reis.
De klootzak heeft het goud gevonden. Op Amsterdamse, hè? Maar dat voorlezen aan kinderen, het gaat om die taal, het gaat om jouw woord. En oefen jezelf in voorlezen. Ik weet nog dat mijn dochter, die is dus ook een beetje zo, artistisch of zo. Hè? Nee, dat was ik ook. Maar elke avond hetzelfde. Dus als het naar mij was, dan moest er voorgelezen worden. Elke avond een stukje voorlezen. Vast ritueel. Stond ik ook op, hoor. Maar zij ook. Maar toen was er een avond, mijn zus was er. En die wilde wel even gaan voorlezen dan. Nou, zei mijn dochter, dat is goed. Dus die ging in de bed liggen en dan mijn zus even voorlezen. En een paar dagen later hoor ik dus van mijn dochter. Ja, dat voorlezen van jouw zus. Ik vond het niet helemaal wat, hoor. Want die stemmetjes, die waren niet goed. Ja, inderdaad. Daarom is het voorlezen van Martin Toonder ook zo goed. Jij als ouder, het gaat even over het belang van het kind, hè? Maar waarom zei ik maar eigenlijk? Het gaat om het belang van het kind. Maar dat speelt zich af op heel andere fronten dan het directe belang van het kind. Voorlezen is in het belang van het kind. Pak je Maarten Toonder erbij. Dus noods ga ik die hele meuk inscannen en verkoop ik onder de wet van de opvoeding der kinderen mogelijkheid. Ofzo. Steun het Maarten Toonder fonds. En lees het voor. En hou in de gaten dat jouw kind heeft de hele dag in de speeltuin, whatever. Hè? En dan nog even één pagina. Even die pagina scannen. Van boven naar beneden. Even voorbereiden. Want als daar dialogen in voorkomen, dan gaat het om stemmetjes. Dus je hebt het taalgebruik in dat werk van Martin Toonder. En nu ben ik jullie aan het opvoeden. Het belang van het kind. Maar er zitten meerdere vormen van taal in. En je hebt het begint dan aan het oosten van het donkere bomenbos ligt een kasteel. En dan tekeningen daarboven. Als je dat gaat voorlezen, dan kan je die eerste zin pakken van aan het oosten van het donkere bomenbos ligt een kasteel. En dan het kind zo omhoog kruipen en kijk naar het plaatje. Ja, dat is het kasteel. Zie je dat? Juhu. Dus altijd aan het begin, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Dan wordt het heel erg. En dan gaan we terug naar Bommelstein. Olie B. Bommel, die zit daar lekker aan een papje. En dan komt Tom Poes, die komt even langs om te kijken of alles wel hunky-dory is. Dat is heel leuk. Het is echt hartstikke leuk om voor te lezen. En dan gaat het, je hebt die beschrijvingen van de situaties, die doe je in je normale stem. Maar dan krijg je de stem van Olie B. Bommel. Hoe klinkt die? Hoe klinkt Olie B. Bommel? Oh, ik zou eigenlijk zeggen, ik ben heel erg blij dat mijn goede vader dit niet mee hoeft te maken. En trouwens, wat een goed idee van mij. Terwijl het ging om een idee van Tom Poes. En voor Tom Poes heb ik altijd de normale stem gebruikt. Tom Poes gelijk aan de stem van de beschrijvingen van de situatie.
Maar heb je nog veel meer. Heb je commissaris, dikker, nee, de burgemeester, dikkere dak. Een beetje nasaal, zou ik zeggen. Ja, dat is een nijlpaard met zijn grote neus. Ja, ik vind dat eigenlijk wel leuk, ja. En dan heb je super en hyper, die twee criminelen. Nou, daar moet je ook stem voor verzinnen. En aan werken. Dat is een grote zegen, hoor, om een kind te mogen voorlezen. Dan geef jezelf ook even. Je kan wel de hele tijd naar porno lopen kijken. Of je doet dat. En porno is wat mij betreft alles, hoor. Behalve schaken, dat is geen porno. Of dammen, dat is ook geen porno. Maar de rest is... De oorlog in Libië, dat is porno. Dat is smerige porno, by the way. Geen hond weet wat daar gebeurt, hè? En toch krijg je allemaal van die berichten over Libië. En jouw bescherming als ouder is dat je Maarten Toonder erbij pakt. En ik bedoel, aan het oosten van het donkere bomenbos lag een kasteel. Dat is heel mooi taalgebruik. Oh, wat ook heel leuk is, die heb ik ook hier liggen. De Chameleon. Echt een juweel van een serie. En dan gaat het om die oude. Absoluut niet die nieuwe. Dit kan je kinderen voorlezen vanaf 6 jaar. Dat ze het begrijpen ook, hè? Het boekje is al helemaal bijna uit elkaar gevonden. Nee, ik pak even het begin. Het boek heet De Chameleon vaart uit. En dan een spannende tekening op de kaft. Hè? Met kleuren en bromsnor. Nee, maar die heet anders. Een politieagent is erbij. Eng hoor. Het gaat allemaal goed, hè. Nou, hoofdstuk 1. De Chameleon biedt hulp. En Gerben heeft een pechdag. Dan kan je gelijk hoofdstuk 1 overslaan. Dan weet je het toch. Toch? Ja, de twee zinnen. Dus een samenvatting heet dat. Nou, dan gaan we beginnen. Hielke en Sietse Klinkhamer kwamen de smederij van hun vader binnen en legden hun schoolrapporten op de werkbank. Alsjeblieft, vader, riepen zij. Hier is het bewijs dat wij brave leerlingen zijn. Voor ik dat geloof, zei Klinkhamer, zal ik eerst met mijn eigen ogen jullie cijfers moeten zien. Hij opende de rapporten en bekeek het lijstje met de cijfers. Tjonge, dat is merkwaardig, bromde hij dan. De heren hebben precies dezelfde cijfers. Nou ja, daar was in jullie ook een tweeling. Voor rekenen hebben jullie een 9, en dat is heel goed, jongens. En die 5 voor zingen, dat kunnen jullie niet helpen. Een kraai kan ook niet zingen. Maar we zijn geen kraaien, mopperde Sietse. Jullie zijn de grootste belhamels van het dorp, zei Klinkhamer. En daarom valt mij het dubbel mee dat jullie rapporten zo goed zijn. Laat ze dan maar gauw aan jullie moeder zien. Zij zal wel zo verrast zijn dat ze jullie een extra groot stuk koek bij de thee zal geven. En roepen jullie mij dan als het zover is. Natuurlijk, vader. U krijgt ook extra koek, riepen de jongens lachend. En dan verdwenen zij achter de deur
die toegang gaf tot het woonhuis. Moeder Klinkhamer was ook best tevreden over de rapporten van haar jongens en ze gaf inderdaad extra koek als beloning. Klinkhamer kwam ook thee drinken. Ja, als je deze scène voor je ziet, dan zit je toch helemaal in die smederij. Dat is jouw taak als opvoeder, om voor te lezen. Ik heb erover nagedacht om voorlezen te doen op internet. Dan ga ik het wel voorlezen, maar dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat dat jij... Het gaat dat jij, dat is Afrikaans, denk ik, Zuid-Afrikaans. Het gaat dat jij voorleest. Elke dag. Ja, 10 minuten. Maakt niet uit. Maar neem iets goeds. Iets interessants. En lees ja, de Chameleon en Martin Toonder. En dan ben je klaar hoor. Ik heb met mijn dochter heb ik nog bij de tweedehands boekwinkel. Daar hadden ze Martin Toonders staan. En we hadden ze dus een beetje uit. Dan heb ik daarvoor 30, 40 euro. Zo'n hele stapel gehaald. Dat is hartstikke goedkoop. Ja, die hebben we niet uitgekregen. Punt 1 was... mijn dochter kwam in de puberteit. En die begon te begrijpen waar die verhalen over gingen. Het is het best om je te bescheuren eigenlijk. Ja, want voor die tijd luisterde zij alleen maar naar die stemmetjes. Ja, ik ben over mijn tijd heen, zie ik nu. Maar het ging toch voor kinderen. En ik heb een stukje voorgelezen. En trouwens, anders knip ik hem in tweeën. Doe ik dat ook een keer. Twee uitzendingen voor de prijs van 1. Die rust moet je erin brengen. Bij je kinderen. Heel rustig houden. Don't worry, be happy. Andere zeik, nergens voor nodig. Alle jongetjes een zakmes mee naar school. Gewoon geheim, zo'n kleintje. Hoeft de lerares niet te weten. Goed je kinderen informeren over... hoe het systeem in elkaar zit. Waar maak je je druk over, jongen? En dat kan je nog niet uitleggen. Je kan moeilijk je kind gaan uitleggen van het hele gezeik voor zover het opgeschreven is. Dat is al 5000 jaar lang bekend. En we hebben er nog geen kloot aan weten te doen, behalve een tijdelijke overwinning met Martin Luther. Hey, ha ha ha, join the winning team. Dat kan je niet aan je kind vertellen. Dat zou ik niet doen. En je kind lekker de ruimte laten. En stimuleren. Waar maar mogelijk. Of vanaf het eerste jaar met taal. Behalve boeboe baba. Dat is de eerstejaarstalige. En dan ga je... langzaam overschakelen. Dan maak je de taal wat complexer. En vanaf het eerste jaar kan je Martin Toonder gaan voorlezen. Geen enkel probleem. Kinderen begrijpen er helemaal geen donder van. Die luisteren naar je stem.
En in die tijd kan je mooi oefenen met die stemmetjes. En leuk is ook Marquise de Canteclair. Geniaal. Heb je Frans, Nederlands. Het is Nederlands, maar het is Frans. Woorden als parbleu. En dan een verkeerde woordvolgorde. Het is Frans, Nederlands. Daar heeft die klootzak lang op gestudeerd, hoor. Dan kan je mij vertellen wat je wil, maar... Dat is kwaliteitstaal, hè? En die andere is... super en hyper. Maar super en hyper zijn makkelijk. Super, dat is die grote. Die sigaar. En hyper is... Maar, ja, super zaken, man. Ja, zou ik kiezen. Je moet een beetje je keel dichtknijpen. Als een muis. Maar die moet anders klinken dan de assistent van professor Prillewitzkowski. Dat is assistent Piep. Dan moet je een stemmetje voor reserveren. Maar zolang je kind 1 is of zo, heeft het toch niks in de gaten. Dan kan je lekker oefenen. En door blijven voorlezen. 10 minuten per dag, homo. Hey, oprecht gemeend, hè? Dat is het belang van het kind. Het is in het belang van het kind. En het is het belang van het kind. Want als jij je kind niet voorleest, dan gaat het tegen jou ook lopen roeptoeteren. Want je hebt het nooit anders geleerd. En dan begrijp jij je kind niet meer of zo. Dat moet je niet hebben. Het is niet mijn schuld. Het is zoals het is. Het belang van kinderen telt heel zwaar. Het is ons belang. Het is alles wat we zijn. En voorlezen is heel belangrijk. Mijn dochter die kwam op me af toen ze 5 was. En ze zei, wat is het nou? Want ze kon al lezen. En natuurlijk kon ze lezen. Ja, wat is dat? Wat een moeilijk gedoe. Ik ga voorlezen. En, ja, en dan zeg ik, ja, dat is een A. En dan wijs je een A aan. Dat is een grote A, maar dit is een kleine A. Zie je het verschil? Dat is allebei A. Dan zei ze, oh, is dat zo? Ja, dan kijk je aan. Aan de oostelijke kant van, ja, weet ik veel wat. Van het meer. En dan die plaatjes erboven met Martin Tander. Dan kan je precies zien hoe het correspondeert. Je moet even, als je de tekst niet snapt, dan moet je naar het plaatje kijken. Dan denk je, dat. En ook andere dingen, hele simpele oefeningetjes kan je doen. En mijn dochter die had lucht gekregen van het begrip rekenen. En die kwam op mij af van, hoe zit dat ermee? Want het schijnt anders te zijn. En toen heb ik tegen haar gezegd, uit piëteit, zorgvuldigheid, van, nou, rekenen is makkelijker dan taal. En je kan al taal, dus wat zit je nou zorgen te maken over rekenen? Hoe zit het dan? Ik zei, nou, rekenen is dat 0 gelijk staat aan 1 en 2 gelijk staat aan 3. Oh, zei mijn dochter. Nee, maar dan snap ik het. Ik zei, ja, precies. Rekenen is veel eenvoudiger dan je denkt.
Ja, dat was een goede opmerking van mij. En later heb ik haar leren rekenen. Iets te laat. Ik heb haar later leren rekenen. Het onderwijs gaf haar geen rekenles. Opmerkelijk. En toen was ze 8. Toen was ze helemaal klaar voor rekenles. Maar ze kreeg helemaal geen rekenles. Ja. Die heb ik zelf uiteindelijk nog moeten geven. In het belang van mijn kind. En in het belang van mij. Als ik dat niet gedaan had. Het is toch al zo'n losgeslagen kanon. Superhomo. Trut. Dat bedoel ik als humor. Hè? Dat is politiek incorrect. Maar als je niet meer mag lachen, ja, kom op, zeg maar. Nee, wordt er een mooie boel met haar. En zij hoeft niet voor mij te zorgen. Ik ga toch niet naar het bejaardentehuis. En als ik er wel terecht kom, what do I fucking care? Je gaat mij niet vertellen dat ik het fout heb gedaan. Wat dan? Oh, dan beweer jij dat jij naar de hemel gaat. Nee, klojo's. Ben jij hem af? Nee, niet in mijn taalsysteem. Ja, even voor de duidelijkheid. Hè. Ik ben niet tevreden over de wereld. Ja, en wat houdt dat in? Mijn algemene oordeel over iedereen. Exclusief mijzelf. Ik ben ontevreden geweest over mezelf. Ik ben meegemaakt. Ik heb om vergeving van mijn zonde gesmeekt. En gekregen. Maar voor de rest kunnen jullie allemaal mijn rug op. En jullie presteren verschrikkelijk slecht. Niet alleen jullie overheden of overheidssystemen of overheidsgedachten. Maar ook jullie huishouding. Dat slaat nergens op. Dat is ernstig. Want als je geen huishouding weet te houden, ja, waar haal je het fucking lef vandaan om je bezig te houden met neuken? Met al het risico op kinderen. Dus ik beloof je, als ik doodga, en stel hè, dat er een gesprek komt, ik zeg, stuur me terug naar de hel. Zeg dat je klojo's. Will sacrifice me. Ik heb mijn leven uitgezongen. Ik had al lang dood kunnen zijn. Ik ben afgerond en voldoende. Ik ben 59. 5,9 is een 6. Dat heet voldoende. Ja. I'll be back. Denkt de mensheid wel niet? Staat je klaar, Jaas? Op alle fronten, en dat is het erge.
Ik zou dat ook niet gewenst hebben. Ik wist niet dat het zo erg was. En zo moeilijk was om te zorgen voor een kind. Had ik dat geweten? Ja. Is het mijn fucking schuld dat ik het niet wist? Het enige wat je tegen me kan zeggen is dat ik mijn Bijbel niet goed had gelezen. En mij niet beseft had in die dagen waar het om ging. Want ik heb meegedaan aan die sodomie. In de zin van sociaal contact, een soort van monogame sodomiet. It's a no-go area. En ik heb een kind. Het is mijn schuld. Mijn kind is een kind van iemand en die wordt genoemd de hoer van Arnhem door sommigen. Wist ik veel. Wat een stomme sukkel was ik. Ja, aan de andere kant, zo ken ik mijn eigen. En voor mijn kind alles hoor. Alles. Tuurlijk. Dan nou. Ze krijgt van mij voor haar verjaardag zaterdag. Dan gaat ze nog raar op haar neus lopen kijken. Weet ik nou al. Ik ga hier naar de Spar. En dan koop ik zo'n pakje paracetamol. En dan ga ik naar de snoepwinkel. En zo'n plastic zak met snoep. En ik weet wat ze lekker vindt. En dan theezakjes erbovenop. En dat in die plastic zak. En die paracetamol die gaat erin. Ja, je moet toch een beetje humoristisch blijven. Of niet? Want zij is dan weliswaar jarig, maar de vorige cadeaus, ja, wat doet ze ermee? Dus dit is een cadeau om die vorige cadeaus te consumeren. Doe je die dinges in en neem een snoepje, een witte thee erbij. Want ik weet wel wat ze lekker vindt. En als je denkt dat je moe wordt, hup, paracetamolletje erbij. Stuk of twee. Een lekker paracetamolletje in je mond. En als je geen speeksel hebt, een slokje witte thee. Die paracetamol lekker. En die smaak die trekt dan via je kaken omhoog. En je krijgt een soort van... Dat je denkt van kom, ik heb geen hoofdpijn. Mijn kind aan de drugs helpen. En dat ze die vorige cadeaus gaat consumeren. Want die tut homo, die heb ik de novelle gegeven van Kind onder kannibalen. Geweldig boek. Prachtig vertaald in het Nederlands. Makkelijk te lezen voor haar. En niet gedaan, hè? Nee. Nee, mevrouw de tut homo, die doet dat niet. Ik denk van, oké, als dan de pistolen niet helpen, dan doen we nu de atoombom. Dus, de King James gegeven. Uit 1611. En zij... Ze gaat de King James maar lezen.
Als je dan toch voor je blote billen wil. En dan een zak snoep erbij, een witte thee. Gewoon doorkouwen op die snoepjes en dan een wit pilletje erbij. Als je me echt zagrijnig wil maken, ik denk dat ik dat doe. Dat ik ga al die paracetamols, die ga ik uit de verpakking knijpen. Ja, dat doe ik. En die doe ik ertussen hutsenklutsen. Ik zeg, hé, paracetamolletje. Stokje thee erbij. In je mond laten oplossen. En doorgaan. Ja, dat kind moet toch wat? Een mens moet toch wat? Een mens dient de Bijbel te verstaan. Dus niet stand under. Maar verstaan. Horen. Verstehen. De mens dient te begrijpen dat de Bijbel is geschreven. En dat was niet de gatverkukkische uitgave van de Ex Libris van vorige week. De Bijbel is gebeiteld in steen. En staat voor altijd. Het wordt alleen maar erger. Ik ben een van de voorhoedelopers. Ik steun de mensen zoals Jörg Liesman. Eigenlijk alleen Jörg, en Michael dan ook een beetje. Ik weet niet precies. Mijn Duits is een beetje roestig. Maar zijn Nederlands is ook nooit zo denderend geweest, hoor. Maar wij spreken dezelfde taal. En dat is wat je aan je kind moet vertellen. De taal der zachtmoedigheid. En los daarvan, kijk, als je kind kan lezen en rekenen, dan is dat klaar, hoor. Je kind komt naar je toe en die zegt, mama, maar waar ligt Afrika? Ik weet niet waar Afrika ligt. Dan zeggen ze, ik heb je net voor je verjaardag een Nintendo gegeven en er zit toch ook zo'n Google Maps ding op? Ik kan toch zelf kijken waar Afrika ligt? Rot op. En gespecialiseerd onderwijs. Dan denk ik, dat moeten mensen maar zelf bekijken. Dat kan je als ouder niet per se doen. Want je kind kan een hele andere kant op gaan. Dan krijgt het een beurs. En dan wordt het wat. That's it. En al de verplichte onderwijs hier in Nederland en de zogenaamd is het goed voor onze kinderen. Nee, zogenaamd is het fuck voor onze kinderen. Onze kinderen gaan ons op deze manier vervloeken. Van waarom heb je mij bij elkaar geneukt in zo'n ongelofelijke kutomgeving? Had je niet beter je lul in je anus kunnen stoppen? Hey, niet beter een champagnekurk met scheermesjes aan de voorkant tegen je baarmoederhals aan kunnen duwen? Van stoppen er maar in, maar het gaat wel bloeden. Ik wil niet hard overkomen, niet de bedoeling. Het gaat wel om het zorgen voor onze kinderen. Het belang van het kind. En een moeilijke is dat je
aan mensen zoals ik en Jörg Liesman, dat je geen contact meer hebt met je kind. Dat is lastig. Het feit blijft dat je goed moet zorgen voor kinderen. En als wij, de oudere generatie, dat niet meer kunnen, dat is duidelijk zo, overwegend zo, veel te veel zo, ja, dan moet de jongere generatie dat gaan doen. En het christendom is het enige antwoord. By the way. Niet te verwarren met katholicisme. Onze vijand. Ik moet gaan ruimte maken, want Jörg die komt om 4:15 aan de Leinert. En het is nu bijna 4:13. Over 3. Op een maandag, in de middag. Nee, dank jullie wel voor het luisteren. Ik zal hem in tweeën. Ik heb hem in tweeën geknipt. Dat is een leuke contradictie, hè? Want als je dit hoort, kan je niet denken dat ik het in tweeën heb geknipt. Maar... ha, 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 ha. Nee, even naar dat land der logica. En der vriendelijkheid. En der redelijkheid. En der christelijkheid. Sag ich aus Hamburgs. Tschüss. En dag lieverds.